Na onafhankelijkheid het menige van Afrika's leiders daarna gestreef om een vooruitstrevende land te bouwen. En president Cyril Ramaphosa het nou een soortgelijke kans om Suid-Afrika op koers te brengen. Wat zal economische historici oor 50 jaar sê van Ramaphosa's oomblik om Suid-Afrika te transformeren? Na onafhankelijkheid het die plig op die skouers van die eerste generatie Afrika-leiers geval om economische vrijheid vir al mense te bewerkstellig. In die koue oorlog tussen kapitalisme en communisme het hierdie leiers feitelijk deur die bank een derde optie verkies, namelijk Afrika-socialisme. Een hitspot van beleide gebouw op die ethiek van egalitarisme wat gegrond was in Afrika-geschiedenis en cultuur. Die meest extreme weergawe van Afrika-socialisme was Julius Nyerere se Ujamaa-veldtog in Tanzanië in 1967. Dit het basis collectivisering van alle vormen van productievermoe beteken, vooral in landbouw. Nyerere het geglo Tanzaniërs moet leer hoe om hulself te bevry van die afhankelijkheid van Europese moonthede deur selfonderhoudend te wees. Nyerere se dapper visie en die van sy tydgenote het klaaglik misluk as gevolg van skerp ekonomiese agteruitgang. Nyerere het toegegee dat sy poging tot Ujamaa misluk het en hy het in 1985 van sy mag afstand gedoen en die ineenstorting van die Sowjet-Unie in 1989 het die triomf en vooruitgang van kapitalisme beklemtoon. President Cyril Ramaphosa se staatsrede het ons herinner aan daardie spesifieke oomblikke in die geschiedenis waar enorme verandering moontlik gelyk het. Die algemene bui het klaag blijkbaar verbeter na Jacob Zuma se vertrek en ons wonder, is dit nog een oomblik waar die richting van die geschiedenis opwaarts kan draai? Die oomblik kan gebruik word om die sociale contract te herdefinieer, om een genuanceerde stijl sociaal-democratische beleide in te stel met twee uitdrukkelijke doelwitte, economische securiteit en economische vrijheid. Maar hoe bereik ons dit? Veiligheid vereist dat mensen een basisse levenspeil het. Een beleidsvoorstel wat baie belangstelling ontlok, is een basisse inkomstentoelaag, sê maar R600, vir elke Suid-Afrikaner ongeacht sy inkomste. Dit sal die kindertoelaag vervang en sal verdubbel sodra die persoon 60 jaar oud word. Om dit deels te befonds sal BTW toeneem. Een verbruikersbelasting beteken dat ons spaar en belegging aanmoedig, die grondslag van die skep van economische welvaart. Daar is talle sulke beleidskeuses. Staatsbesit van sommige bates soos vliegtuie maak min sin. Dit kan verkoop word om nationale skuld af te betaal en inkomstebelasting te verminder. Die regering kan ook bespaar deur die aantal en grootte van staatsdepartemente te verminder en die toename in die openbare salarisrekening onder inflasie te hou. Suid-Afrikaanse stede het van die langste pendeltuie ter wereld. As sodanig het besteding aan infrastruktuur in stedelike gebiede, vooral in openbare vervoer en behuising, dringend aandag nodig. Water en krag kan voordeel trek uit innoverings soos ontsouting en sonpanele. Toegang tot breedband internet kan uitgebrei word deur aanmoedigingsprogramme. Om die private sektor by sekundêre en tersiêre onderwys te betrek, dalk deur kuponstelsels, is een manier om die hoeveelheid stoele in die klaskamer te vermeerder, maar dit kan ook geleenthede vir entrepreneurs op plaaslike vlak verskaf. Ons moet immigrante met vaardighede verwelkom, hulle bring broodnodige kundigheid saam met hulle, en hulle bou dikwels nuwe besighede wat tot werkskepping lei en lewensgehalte verhoog.